Bols en beers, welkom bij weer een nieuwe video. In deze video ga ik langs Bitcoin, Shiba en Luna. En wellicht dat je daar een beter beeld van kunt krijgen. Ik trade en investeer zelf al vanaf 2013 in de crypto en ik hoop gewoon het al het goede te kunnen delen met jullie. Ben je nog niet geabonneerd? Kijk de video dan even af en wellicht wat andere videos. En vergeet dan niet te abonneren als je er wat aan hebt. En voor alle nieuwe abonnees natuurlijk hartstikke bedankt. En iedereen natuurlijk bedankt voor het kijken. Ik begin meestal met Bitcoin omdat dat de leider in de crypto-markt is. Welkom bij de meest risicovolle. Risicovolle markt waarin je kan treden. Dus weet wat je aan het doen bent. En weet ook wat er bijvoorbeeld weer vandaan naar buiten komt met die Nord Stream. Lekkage, explosies, sabotering. Dat kan allemaal weer doorspelen naar de financiële markten. Mensen worden banger daardoor, trekken waarschijnlijk het geld, veel geld eruit of doen het in andere dingen. Dat kan zich gewoon heel erg doorspelen naar hier. Ondertussen ga ik me even mijn glazen bal weghalen. Mijn glazen bal is dat we eerst nog hier naar beneden gaan, maar het lijkt wel een beetje support te vinden. Alsnog neem ik het nieuws van vandaag ook mee, dat het gewoon een rotigheid kan voorspellen in de koersontwikkelingen. Bij Bitcoin zit ik nog steeds op het plaatje naar beneden. En eigenlijk nog steeds op het plaatje dat we hier ergens een bounce kunnen krijgen. Ook omdat we uit die over hier zijn gebroken. Niet met heel veel overtuiging, maar we blijven er nu wel al maanden hangen. Hoeft ook niet per se supergoed te zijn, maar het houdt wel zijn niveau of zijn support op dit niveau. En ja, er komen elke dag wel slechte berichten uit. Dus het houdt best wel goed zijn niveau op de, in dat opzicht. Je ziet ook een stukje volume komen. Ik wil nog helemaal niks zeggen. Je hebt gewoon nog die levels naar beneden. Je bent hier ook in één keer in unsustainable gegroeid. Dus een, een dikke hype move. Wat je ook dus eigenlijk als iets zo snel kan groeien, kan het ook snel, zo snel dalen. Dus we kunnen heel makkelijk gewoon in één keer naar beneden gaan. Daartussendoor hebben we ook nog levels. Daar kom ik wat later op terug. Uh, ja, ik denk dat dit plaatje gewoon wel duidelijk is en dat je hier gewoon altijd mee moet oppassen. Dan wil ik naar nou een aanvraag aan van Guzeppe. Giuseppe die kwam uh, met Shiba. Bij Shiba zei ik al gelijk van uh, Guzeppe, ik weet helemaal niet die vip die jij zei. Ik heb hem wel een paar keer getest. Uh, volgens mij was het 0.76 nog iets. Ik weet het eventjes niet meer, maar je zat met iets te experimenteren. Uh, en hier kom je dus eigenlijk weer bij die 0.786. Eigenlijk echt exact. En waarom ik hem nu ook naar voren wil halen. En je moet hier op letten. Want hier zit een square. Op, waardoor je gewoon door deze vips makkelijk heen kan zakken. Daarnaast ben je ook voor het eerst hier een beetje op een bodem gekomen. Ik kan makkelijk nog een keer even testen of deze bodem wel genoeg support geeft. Dus dat moet je allemaal in je plan hebben mocht je hier willen kopen. Maar wat ik er eigenlijk naast wil zetten is straks even Luna. Want die, die is eigenlijk bijna op hetzelfde punt. En die is vanuit daar gesprongen. Ik ga anders wel gewoon even naar mijn targets. De targets die we eerst hadden. Dat waren eigenlijk natuurlijk eerst de kleinere targets. Ik weet even niet meer welke candle. Maar deze VIP-reeks heb je nu voldaan waar we een aantal maanden wat hebben. Dat was deze. Die heb je nog niet voldaan. Je bent nog niet eens bij de 0,6 en 8 geweest hier. Dus dan heb je hier die 1900 met 4 nullen achter de komma tot de 2000. En dan heb je die 0,786 en die 0,83 nog bij die, zeg even rond die 4, 23, 2400 met 4 nullen achter de komma. Als ik dan het grotere plaatje ga kijken, dan wil ik eigenlijk naar die 0.382 kijken, omdat je hier al de 0.26 op geraakt. De 0.382 ligt bij die 2300, dat komt ook weer overeen met het kleinere plaatje. Dus dat zijn even mijn targets. Wat ik al zei van, hou dit als risico. En het kan altijd daar met naar beneden zakken. Dus als ik nu bijvoorbeeld zou willen kopen, en het is allemaal geen financieel advies, maar het is allemaal jouw geld en jij bent degene die op die knopjes drukt. Dus trek er ook je eigen plan in. Dan zou ik hier mijn stop los onder willen zetten. En het liefst nog iets lager, omdat crypto snel kan bewegen. Want je risico, als je hier doorheen zakt, is weer naar deze bodem toe. En dat is 26%, tot en met een 34, 35% naar beneden. Dus dat is je risico. Vaak, als je een hoog risico hebt, wat je in de hele crypto-markt hebt, heb je ook leuke targets. Weer even naar deze target toe is 56%. En naar die 0,382 is 112%. Dus dat is even Shiba. Josep, ik hoop dat je er wat aan hebt. Uh, Nee, we hadden het over Luna inderdaad in die comments. Heb je ook vragen, zet het in de comments. Vergeet ook niet de beschrijving van de video te bekijken. Waar ik natuurlijk ook nog even naartoe wil, is de sponsor van de video. De sponsor is Coimers. Coimers is een hele betrouwbare en bekende exchange. Uh, mocht je via het linkje in de beschrijving van de video een account aanmaken... dan sponsor je, je gelijk of help je gelijk uh, Bolse Beers daardoor alles wat ik daar een beetje via die uh, ja referrals binnenkrijg ga ik opsparen en dat ga ik allemaal verdelen over de Bulls en Bears leden. Dus ben je nog niet geabonneerd? Dit is het moment om te abonneren en hopelijk kan ik gewoon volgend jaar hele leuke giveaways met jullie doen. Uh, het is dus een hele, hele veilige en betrouwbare exchange met een Nederlands team Een Nederlandse winkel ook in. Uh, zit dat in uh, Veen, even snel. En ze hebben meer dan 160 coins. Eigenlijk alle coins die wij bespreken, die kun je kopen, die kun je verkopen. Je kan een stap los zetten. Je kan een stukje earning, een stukje staking, Je kan er met bots experimenteren. Kortom, genoeg om te, mee te beginnen eigenlijk. En het is dus een Nederlandse exchange. Dus er zitten ook Nederlandse mensen tegenover je waarmee je kan praten. Daarnaast zijn ze genomineerd voor de beste cryptobroker van 2022. Dat staat in het linkje van, in de beschrijving van de video de eerste negen punten kan je eigenlijk op niet van toepassing zetten want natuurlijk de tiende punt wie is de beste cryptobroker dat vind ik natuurlijk Coimers. Uh, ja als je dat doet je helpt hun enorm erdoor zij zijn dus de eerste die mij helpen dus ik hoop ook dat jullie hun kunnen supporten en wederom zal ik jullie weer supporten in het loop van het jaar in ieder geval hartstikke bedankt Coinmers en jullie natuurlijk ook, heel veel succes ermee. En heb je er vragen over, zit het in de comments. Ik zie ook wel heel veel mensen die al een account hebben gemaakt en erin traden. Ook sommigen die een account hebben gemaakt en eigenlijk nog niet echt actief zijn. In ieder geval hartstikke leuk dat jullie ermee bezig zijn. Laten we teruggaan naar de grafieken. Want we hebben hier Bitcoin of Bitcoin Shiba gehad. Waar ik naartoe wilde gaan is eigenlijk Luna. Dus onthoud het plaatje waar je bij die 0.786 bent gekomen bij Shiba. Kijk even naar Luna. Bij Luna had ik in die vorige video ook, waar ben ik weer geïnteresseerd om te kopen? Hier, precies hier. En hij, nou, ik verzin het niet, ik trek echt die Fibonacci naar, uh, van, vanuit deze kernel waar je eruit springt tot en met de top. En het raakt het exact hier eigenlijk haast niet, hier precies die 0,6 en 8. Maar daarna rijdt het er en gaat het er dwars doorheen. Maar hier raakt hij dus exact die 0,83, sorry, ik zei net 0,7 of Maar die 0,83, en vanuit daar hebben we dus die move gekregen. En waar krijg je nu weer resistance van? Van die rode Moving Average, maar wellicht ook weer van een VIP als je hem vanuit hier weer van de top naar beneden voor de target gaat kijken. En als ik dan ga kijken, niet deze week, maar waar je er hier naar beneden valt, dan ben je dus hier op die witte fibs bij die 0,382 gekomen. Heb je gepierst. je gaat nu weer terug, je bent in één keer door die 0,26 gegaan, want ook weer met Luna, dat is dus echt een gokcoin. En weet wat je ermee doet, want ik kan zomaar hier zijn high vinden... of tenminste dit als support vinden of als move... en dan weer een low low creëren. Maar deze move was gewoon weer goed voor een 73%. Ik haal er gelijk alles uit. Ik heb er een klein stukje in gedaan, maar ik haal er gelijk bijna alles uit. Ik vertrouw dit gewoon niet. En, en, en waarom ik het niet vertrouw, is omdat dit de ruimte onder is. Wat ik niet vroeg moet vergeten, dit is best wel een gezonde candle... Nou, dit is de ruimte onder je, de risico is 63%. Gewoon weer even naar deze bodem, is ook al 35%. Daarvoor wil ik eruit. En mocht het hier naartoe gaan, ja, dan heb ik het meeste uitgehaald... en er zit nog een klein stukje in. En ik acht die kans ook niet zo heel groot. Maar alsnog, als Bitcoin een bounce kan maken... kan we wellicht een Luna ook een bounce maken. Alleen, ja, betrap ik denk ik Luna erop... dat het gewoon een coin is die als Bitcoin sterk gaat bewegen... dat die echt finaal links wordt... of tenminste dat die... Niet mee zal groeien in mijn ogen. Dat is natuurlijk mijn theorie, of tenminste wat ik ervan denk of jij niet te denken. Maar dat idee heb ik wel. Dus dat zijn gelijk mijn targets. Hier die 0,68 met 3,0 achter de komma en dan een 40.000. En hier de 0,786 en de 0,83 bij de 46.000 tot de 47.000 met 3.0 achter de komma. Maar dit is dus je risico. Waar zou ik dan weer willen kopen? Eigenlijk het liefst gewoon weer bij die 0,83. En nog liever, want je ziet hier ook weer een unsustainable move. Wat ik ook bij Bitcoin eigenlijk naar voren wil Heb je hier een square waar ik ook vandaan die Fibonacci hier meet? Hier nog een square. En deze grote square, die heb je nu volbracht. Dus je hebt nog genoeg risico onder je, maar ook wel genoeg kansen erboven, want dat zijn gekke percentages. In ieder geval heel voorzichtig hiermee zijn en voor de rest heel veel succes ermee. Heb je wat leuke aanvragen? Zet het in de comments. Ik heb alweer wat leuke aanvragen van jullie gekregen, maar er kunnen er altijd meer zijn. Hartstikke bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en te supporten. En ja, ik zal jullie daarin supporten met, het, uh, ja, met alle video's. Mijn dank grenst ook aan idioot van video's. Uh, ik hoop jullie gewoon weer snel weer terug te zien. En heel veel succes! Adiós.